Bergen hebben altijd een grote aantrekkingskracht uitgeoefend op de mens. Lange tijd evenwel werden ze als onoverwinnelijk beschouwd. De schaarse bergbewoners waren er ten stelligste van overtuigd dat de bergtoppen tot het exclusieve terrein behoorden van goden of kwade geesten. Voor hen betekende het betreden van een berg zo goed als zelfmoord. Omstreeks het begin van de vorige eeuw groeide bij een aantal mensen het verlangen toch de bergtoppen te beklimmen, waar zij al zo lang naar opkeken. Deze pioniers van het huidige alpinisme dienden dus niet alleen technische, maar vooral psychologische problemen te overwinnen. De eerste beklimmingen waren vooral een uitdaging, een tocht naar het onbekende, een waarvan men niet zeker was ooit terug te zullen keren. Met het ontsluiten van de Alpen en later de Himalaya en het Andesgebergte is sindsdien echter veel veranderd. Geslaagde beklimmingen volgden elkaar op, berghutten werden opgericht en de eerste routebeschrijvingen werden vastgelegd op kaart. Men besefte toen reeds dat een goede opleiding meer en meer noodzakelijk werd. Verschillende grote alpinistenverenigingen werden dan ook in die periode opgericht, met de bedoeling hun leden een basiskennis over de technieken en gevaren van het alpinisme bij te brengen. Rotsklimmen kan je beschouwen als een onderdeel van alpinisme. De klemtoon ligt er vooral op lenigheid en technische vaardigheid, in tegenstelling tot het alpine bergbeklimmen, waar vooral uithouding belangrijk is. Om het rotsklimmen te beoefenen, hoeft men zich niet noodzakelijk naar het hoge berg te verplaatsen. Zo zijn er in België een aantal rotsmassieven, vooral in de Vallei van de Maas, waar de rotsklimmer behoorlijk aan zijn trekken kan komen. Alhoewel men de laatste tijd in diverse sportzalen op kunstmatig aangelegde klimmuren terecht kan, blijft klimmen in de vrije natuur nog steeds het meest aantrekkelijke. Deze sport, die toch niet zonder risico's is, kent de laatste tijd een enorm succes. Hoe men dit succes kan verklaren en wat mensen aantrekt in het rotsklimmen, vroegen we aan Walter de Bruyne, een van de klimverantwoordelijken van de Vlaamse Bergsportvereniging. Wat mensen aantrekt in de bergsport is een vrij moeilijke vraag om te beantwoorden. Elkeen heeft zijn eigen beweegredenen om met deze sport te beginnen. Klimmen vraagt ook enorm veel inzet. Je moet constant je grenzen kunnen verleggen. Het is dan ook een sport die afwijkt van andere sporten, omdat het meer is dan zomaar een sport. Voor velen is het een levenswijze. Het doet je veel zaken relativeren en het brengt evenwicht en harmonie in jezelf. Voor mij is het een passie waar ik al een volle 12 jaar mee bezig ben. Het rotsklimmen kent inderdaad de laatste jaren een enorm succes. Toen ik als 15-jarige met rotsklimmen begon, dat was dan halfweg de jaren 70, was het aan onze Belgische klimgebieden nog heel rustig. Ik herinner me zondagen met pakweg een tiental klimmers. Nu ben je al gelukkig een parkeerplaatsje te vinden in de weekends. Ons land heeft echter veel klimgebieden, wat weinig mensen weten. Vooral de Vallei van de Maas en de Vallei van de Oerthe bieden heel veel klimmogelijkheden. Bekende plaatsen zijn uiteraard Marschendam, bekend bij het grote publiek door het tragisch ongeval van onze koning Albert, maar daarnaast heb je ook nog Freyr, Daaf, Hotton, Bee enzovoort.
De meeste klimmers in ons land zijn aangesloten bij een bergsportvereniging. De Vlaamse Bergsportvereniging, een afdeling van de Oostenrijkse Alpenvereniging, telt bijna 3000 leden en is al dus een der grootste sportverenigingen van België. Op welke wijze tracht men de leden het rotsklimmen aan te leren? Klimmen is iets dat je niet zomaar van vandaag op morgen kan. Het is, zoals ik daarnet al zei, een veel eisende sport. Je dient een heel aantal zaken te leren, zowel op het gebied van materiaalkennis, als op het gebied van knopenkennis, en als op het gebied van veiligheid, en dergelijke meer. De meeste klimmers zetten dan ook hun eerste stappen in de rotsen onder begeleiding van ervaren klimmers, en volgen inderdaad een klimschool, want dat is het jargon dat wij voor onze praktische cursussen gebruiken. Onze vereniging beperkt zich evenwel niet tot alleen maar het aanleren van rotsklimmen. Alpinisme is een boom met veel takken, en onze vereniging biedt dan ook een waaier van activiteiten. Als lid van een bergsportvereniging kan men dus vrij snel het rotsklimmen aanleren. Men leert er bovendien het noodzakelijke en kwalitatief goede materiaal kennen en wat belangrijker is, op een veilige wijze de sport te beoefenen. De meeste bergsportverenigingen richten jaarlijkse klimcursussen in die vooral toegespitst zijn op de praktijk. In de Vlaamse bergsportvereniging noemt men een dergelijke cursus een klimschool. Wat kan een beginnend klimmer nu in zo'n klimschool leren? Rotsklimmen vergt van de beginneling veel inzet en motivatie. Vaak dient ook een flinke dosis angst overwonnen te worden. Een heel aantal knopen dienen aangeleerd, touwbehandeling, terminologie, klimstijl en ook touwafdaling, rappel genoemd, het zijn allemaal dingen die men niet op 1, 2, 3 leert. De hoogte speelt ook een grote rol bij de aanvanger. Lucht onder de benen moet men gewoon worden en pas dan kan het echte aanleren beginnen. In de afdeling waar ik klimverantwoordelijke ben, bestaat een klimschool uit 3 initiatieavonden in een sportzaal en 6 oefendagen aan de verschillende klimgebieden. Uiteraard wordt er veel geklommen. Oefening baart nog steeds veel kunst. Nochtans wordt ook veel aandacht besteed aan het beveiligen van de voorklimmer, het juiste gebruik van het touw, van verschillende knopen en technieken en aan het verkrijgen van een goede klimstaal. De bedoeling is om na een 2-jaarlijkse opleiding voorklimmers te maken of klimmers te maken welke bekwaam zouden zijn om op een zelfstandige en veilige manier aan rotsklimmen te doen. Statistisch gezien ligt het aantal bergsportongevallen in verhouding tot het aantal beoefenaars relatief laag. Dodelijke ongevallen zijn zo goed als uitgesloten en indien ze zich toch voordoen, meestal te wijten aan onvoorziene omstandigheden. Niettemin beschouwen de meeste buitenstaanders het rotsklimmen nog steeds als een uiterst gevaarlijke sport. Onwetendheid over de technieken en veiligheidsregels zijn hiervan de grootste oorzaak. Ondanks deze eerder negatieve ingesteldheid groeit het aantal rotsklimmers nog steeds. We vroegen dan ook welk soort mensen zich inschrijft voor het volgen van een klimcursus. Jong en oud, klein en groot. Men mag vooral niet denken dat rotsklimmen een sport is welke is weggelegd voor atleten, krachtpatsers en allesdurvers. Integendeel, zo hebben wij in onze afdeling de laatste jaren evenveel vrouwen gehad als mannen die zich voor de klimschool inschreven. Het is zeker een sport welke door vrouwen kan beoefend worden. En sommigen zijn er zelfs zeer goed in.
Velen zijn ook reeds jaren fervente bergwandelaars die uiteindelijk de stap zetten naar een iets wat avontuurlijker belevenis, die een beetje meer adrenaline in het bloed brengt. Niet te verwonderen dan ook dat vooral jongeren het meest interesse hebben. Ook een grote rol spelen tendensen in onze samenleving zoals terugkeer naar de natuur, milieubewustzijn, avontuur enzovoort. Buitensporten zijn nu eenmaal in, vandaar ook de ware explosie die de bergsport kent. Bij een rotsbeklimming loopt de voorklimmer in principe het grootste risico. Alhoewel hij door de naklimmer beveiligd wordt door het touw, kan een eventuele val toch 5 meter of meer bedragen. Daarom wordt steeds een stevige klimgordel gebruikt. Bovendien wordt het touw uit licht elastische nylon vervaardigd, zodat het bij een plotse val niet kan breken. In de oefengebieden in België zijn de meeste rotsen reeds voorzien van haken. Door het gebruik van karabiners en het touw kan de voorklimmer zich via deze haken degelijk beveiligen. Het spreekt uiteraard voor zichzelf dat het klimmateriaal aan de hoogste kwalitatieve eisen dient te voldoen en geregeld aan vervanging toe is. Kan men rotsklimmen dan wel als een goedkope sport beschouwen? Ja en nee. Beperkt men zich tot het rotsklimmen, dan kan je het niet duurder noemen dan tal van andere sporten, zoals tennis, voetbal en dergelijke meer. Met een klimtouw, een gordel, wat karabiners, klimpantoffels en een helm, alhoewel dat dit laatste een attribuut is welke een uitstervend iets wordt in het rotsklimmen, kan je al van start. Afhankelijk van de keuze van het materiaal, een goede 10.000 à 15.000 frank dus. Ga je echter een alpinisme doen of rotsklimmen of bergbeklimmen in rots en ijs in onze Alpen of buiten Europa, ik denk aan de Andes of het Himalaya-expedities bergbeklimmen, dan kan je klimmen toch een vrij dure sport noemen. Goed materiaal is heel belangrijk en wordt slechts in kleine hoeveelheden vervaardigd, wat de prijs dan ook heel duur maakt. Ben je een allround bergbeklimmer? Dit wil zeggen, ga je dus klimmen in de rotsen hier als sportklimmer en ga je ook klimmen buiten Europa of in de Alpen, in het hoge bergte, dan kan je spreken van een budget van toch 100.000 frank en meer. Alhoewel het rotsklimmen de laatste jaren een enorm succes kent, mag men niet vergeten dat het, hoe dan ook, een risicohoudende sport blijft. Overmoed en zelfoverschatting behoren tot de grootste gevaren van het klimmen. De lat wordt ook steeds hoger gelegd. Klimroutes worden moeilijker en moeilijker. En maar al te vaak wordt een loopje genomen met de geldende veiligheidsregels. Het grootste gevaar schuilt evenwel in het feit dat op lange termijn het rotsklimmen zou evolueren tot een ware competitiesport. De essentie van sport is nog steeds zich op een aangename wijze ontspannen. De daartoe noodzakelijke inspanning mag slechts een middel zijn om dit doel te bereiken. Hopelijk blijft het rotsklimmen in de toekomst gespaard van tendensen, waarbij onder meer kledij en imago belangrijker worden dan het beoefenen zelf van deze prachtige sport.